moord, maar ook lichamelijke of geestelijke mishandeling. Eergerelateerd geweld is een onderschat probleem in Nederland. Daar komt bij dat hulpverleners volgens slachtoffers vaak niet goed begrijpen wat er aan de hand is. Maar er komen meer initiatieven om het geweld vanuit eigen kring aan te pakken. In Arnhem zijn Turkse vrouwen een uniek project begonnen om eerwraak te bestrijden. Een verslag van Sally Altunterim en Nienke de Zoete. Siz bizim nasıl bir çalışma yaptığımızı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Neye karşı bir çalışma yaptınız? Henüz şu anda karşılaştım da hani kadın hakları falan dediniz. Hani kadın hakları televizyonda kadın hakları. Ya kadın da ne yapsın? Kadın her şeyi yapıyor da erkek bir şey yapamıyor. Erkek bağlanmış eşek gibi çalışıyor, getiriyor, yediriyor. Ondan sonra kadın çıkmış benim hakkım diyor. Ne hakkı ya? Cehalet devrinde size hak verildi. Nog niet alle mannen zijn om, maar Noor-Jan Yildirim gaat geen confrontatie uit de weg. Ze is de grote aanjaagster van het eerwraakproject in Arnhem. Het is zeer bijzonder dat vrouwen uit de Turkse gemeenschap zelf het probleem willen bestrijden. Ook Nuray en Ayten zijn gemobiliseerd. Heb jij deze al gehad? Ze nemen thuis nog even de belangrijke bijeenkomst van die avond door. Op initiatief van de vrouwen zullen alle partijen, van imams tot de gemeente tot Turkse verenigingen, beloven om actie te ondernemen tegen eerwraak. Ik hoop dat wij vanavond met z'n allen kunnen roepen, wij zijn tegen eergerelateerd geweld. De vrouwen denken dat juist zij andere vrouwen kunnen helpen, omdat ze weten wat eerwraak inhoudt. Een huiselijke geweld heb je een dader en een slachtoffer. Bij eergerelateerde geweld kan een slachtoffer en heel veel daders omheen zitten. Het is dus eigenlijk georganiseerde cultureel afhankelijke geweld. Wij weten wat de cultuur inhoudt. Wij kunnen ook ons verhaal vertellen. Wij kunnen ook zeggen dat het ook anders kan. En op die manier een positieve draai aan geven. De vrouwen proberen ook de mannen te bereiken en gaan onder meer langs bij koffiehuizen. Het exclusieve domein van de man. Ze delen folders uit over de bijeenkomst in een café waar het vorige keer door hun komst nog bijna uit de hand liep. Ja. Namus adına öldürülen genç kızlar, namus adına öldürülen kadınlar, dedikodusu kahvelerde yapılan kadınların yanındayız. Bütün kadınların yanındayız, bütün insanlığın yanındayız. Ama kahve köşelerinde oturup şunun bunun kızı hakkında dedikodu çıkarıp olmaz öldürülen kızların yanındayız haksız yere. Dit is dus een manier om eergerelateerde geweld hier aan orde te brengen. En hopelijk hiermee ook de taboe om over dit thema te praten overwinnen. Het idee dat de gemeenschap zelf het eerwraakprobleem moet aanpakken komt op meer plekken op. In Den Haag is maatschappelijk werker Celal Altundas actief. Neem maar anders even plaats, dan gaat ze je even helpen. Celal weet uit eigen ervaring hoe het tot eerwraak kan komen. Als 16-jarige jongen in Turkije wilde zijn familie dat hij twee vermoorde neven zou wreken. Als jochie ben je juist, je juicht juist toe van het is toch een status, iets heel bijzonders, dat familie al jou vraagt om dat te doen. En in de cultuur van iemand, als je mensen hebt vermoord of een moordenaar, heb je toch respect. Mensen zijn bang van jou. Zijn vader hield het tegen, maar anders was Celal een moordenaar geweest. Nu houdt hij zich bezig met het bestrijden van eerwraak. Ja, herhangt bij Sjolissa, ben ik Jessina Berdarit. Celal probeert te bemiddelen tussen slachtoffers en potentiële daders. Ja. Volgens hem neemt het probleem eerder toe dan af. Ik denk dat het een deel heeft te maken met de emancipatie van vrouwen. Emancipatie en participatie. En wat dat betreft lopen mannen natuurlijk wat achter. En er is wel een manier om dat tegen te houden, of vrouwen tegen te houden, is vaak het geweld gebruiken. Veel mensen komen speciaal naar Celal omdat hij de cultuur en de omstandigheden kent. Ook Fatima is blij met zijn hulp. Ze is na jarenlange mishandeling weggegaan bij haar man, maar kreeg aanvankelijk geen enkele hulp. Nog steeds zit haar ex-man achter haar aan en ze wil alleen onherkenbaar in beeld. Kijk, nu zit ik in een onbekende adres, maar ik hoor via. Want hij zei, als ik ga jou vinden, dan zou ik jou doodmaken. Want een keertje is tegengekomen en ik was met mijn kindje. Toen ik ging rennen hard bij politiebureau Den Haag. Dus daar, ik ging gewoon zeggen, mijn man, volg mij.
Fatima kan haar man ontvluchten, maar voelt zich totaal niet geholpen door de politie. Ook toen de ellende jaren terug begon, greep de politie niet in. Ze hadden zelf geweest in mijn kamer, allemaal bloed en de kapotte spoelen gezien. Ze hebben toch niks gedaan. Altijd hoorde ik dat we hebben geen bewijs of zo, we zijn niks gedaan. En toen, een tijdje geleden, wist ik niet wat de zin geeft. En daarna, toen ik contact opgenomen met de politie, zeggen ze, ja, mevrouw, nu is het te laat of je hebt geen bewijs genoeg. Dat vind ik jammer genoeg. Officiële organisaties maken nog steeds weinig gebruik van ervaringsdeskundigen. Dus maken vaak gebruik van bepaalde sleutelfiguren, van imams, van de moskeeën. En dat levert geen oplossing op. Hoezo dan niet? Ja, dat soort mensen die houden juist in deze cultuur in stand. In Arnhem begint de bijeenkomst waar de vrouwen 2 jaar naartoe hebben gewerkt. Ook hier blijkt weer dat eerwraak een gevoelig thema is in de Turkse gemeenschap. Niet iedereen wil het protocol tegen eerwraak ondertekenen. Yok, ben yok demiyorum. Bak, laflarımı, yani sözlerimi iyi dinleyin. Şimdi şurada bir durum var. Eğer ben buna karşıysam zaten, evet. Neden tek ben imzalıyorum demeye getiriyorum. Bu mesela bir Hollanda toplumuna veyahut Hollanda öz örgütlerine, bayanlarına veyahut erkeklerine aynı şekilde sunuluyor mu? Biz bu projede Türkiye toplumunda burada yaşayan Türkiye'li, Kürt, Türk fark etmez çeşitli milliyetlerden, çeşitli dinlerden, çeşitli uluslardan kadınlarla biz yol aldık. Siz de varın başka cepheden çalışmalara başlayın. Uiteindelijk komen er ruim 50 handtekeningen onder de verklaring, waaronder die van de wethouder. Je hoort wel eens de kritiek dat instanties die zich bezighouden met het onderwerp te wit zijn. Dus de essentie van dit probleem niet goed begrijpen. Ik snap de kritiek. Dat moet je niet door witte mensen, hè, zoals u dat zegt, moet je niet in debat laten bepalen. Daarvoor ben ik zo heel blij ook nu weer. Nou, hier zitten mensen uit de doelgroep en die zeggen, ik wil daar een bijdrage aan leveren om dat te stoppen. Het is een heel goed gevoel om zoveel mensen bij elkaar te krijgen. Ja, ik... Vooral toen de Nujan aan het einde gesprek voerde, was ik echt ik ging bijna in tranen. Dus, Wat mij betreft, dit is ontzettend goede start, dus we gaan door. Bu kadar enerjiyi bundan sonra da verebilecek misiniz? Bizim sorunumuz, inanıyoruz. Gelecekteki kuşaklara güzel şeyler bırakmak için düşünüyoruz. Öyle zannediyorum. Mecbursunuz. Mecburuz, mecburuz, evet. Bu toplumsal bir olaydır. Toplumsal bir olaya sessiz kalmak onaylamaktır. Onu alkışlamaktır. Onların yaptığı katliama ortak olmaktır. Biz bu saatten sonra bu katliama, bu gidişata sessiz kalmayacağız. Dur diyeceğiz.